Danny, hebben jullie 2 punten laten liggen? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt hoe we de eerste helft de wedstrijd onder controle hebben en de tweede helft eigenlijk niet meer in het spel zijn gekomen van de eerste helft. Hoe komt dat verschil? Ja, is moeilijk te zeggen. Ik denk dat de tweede helft te veel het spel van de Graafschap gingen spelen. En dan scoren ze ook nog snel 1-1, waardoor het nog moeilijker wordt. En ik denk als wij hier rustig waren gebleven en de dingen hadden gedaan die de eerste helft ook deden, dan konden we de wedstrijd rustig uitvoetballen. En dan hadden we misschien nog wel 2-3-0 kunnen maken. Ja, overkomt het jullie dan in de tweede helft dat zij meer strijd leveren, wat opportunistischer gaan spelen? Nou, je weet wel dat hun in de rust natuurlijk wel wat tegen elkaar hebben gezegd en dat ze goed uit de startblokken komen en daar moet je op voorbereiden. En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat het een beetje een lullig doelpunt was, want via de kluts vloog iedereen. Alleen daarna hebben we niet meer het spel opgepakt zoals de eerste helft. De eerste helft zag er verzorgd uit, bij Vlagen in elk geval. En dat het doelpunt van jou. Beschrijf hem eens, dat was een heel mooi doelpunt. Ja, ik werd aangespeeld en ik draai weg en de bal stuit er een beetje mooi. Dus ik denk, laat ik gewoon in schieten. En hij vloog er leuk in. Hij vloog er heel leuk in. Ja, ik moet zeggen, was een aardige goal. Ja. Ja, wanneer was de laatste keer dat jij gescoord hebt trouwens? Ja, weet ik eigenlijk niet. Het is alweer een tijdje geleden. Dus het was wel weer tijd voor een doelpuntje. Ja. Was wel een lekker gevoel zeker? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik wil niet zeggen dat het aan me knaagt. Alleen het is natuurlijk wel fijn om een doelpunt te maken. En ik moet zeggen, het kwam wel op een juist moment. Als ik dan de tweede helft even buiten beschouwing laat en kijk naar de goede eerste helft. Ook even naar jou persoonlijk. Heb je het gevoel dat het heel langzaam weer wat beter gaat? Ja, daar heb ik eigenlijk al vanaf na de winterstop dat ik eigenlijk gewoon weer lekker mijn wedstrijden speel. En ik voel dat gewoon dat ik elke week steeds sterker word en dat het er weer aankomt.